Dat heet Limelight, geschreven en gezongen door een singer-songwriter uit het Gentse. Zijn naam is Michiel Vaarnewijk, maar hij laat zich als artiest Jim Kane noemen. En wie zit er hier bij mij aan tafel vandaag in Up-to-Date aflevering 875? Jim Kane, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, schitterend nummer vind ik dat. Oh, dank u. Ja, merci. En ik weet dat jij een grote fan bent van Bruce Springsteen, maar laat mij toch zeggen dat mij dat ook een beetje deed denken aan Nick Cave of zo. Oké. Hoe komt dat? Die vergelijking is al een paar keer gemaakt met Nick Cave, ja. Het is een vrij donker nummer. Het is een stuk donkerder dan al de rest dat ik al gedaan heb. En ik zou het zelf eerder vergelijken met qua sfeer dan. Hè. De laatste albums van Leonard Cohen. Dus ja, You Want It Darker. Ook, je hebt ook zo'n diepe stem Thanks for the Heart. Ja, zo dat spoken word zat er wel een beetje in van Leonard Cohen. Ook maar mooi. Uiteraard ook een beetje in Nick Cave. Skeleton Tree, prachtig CD. Ongelooflijk mooi. Punch in the gut. Ja. Ik wil ook wel even de naam van uw pianist hebben, want dat is ook prachtig wat die piano dat doet. Is het waar? Nummer, ja. Wel, het is dezelfde, dus ik ben het. Dus. Proficiat, want dat wist ik dus niet. Hè. Alles wat op titelnummer zit een viool en dat is Katja van der Poorten, maar al de rest is... is prachtig, die piano. Dank u wel, merci. Goed, dat is een compliment. Je zit hier met een gitaar, straks gaan we nog een nummer horen, want je bent hier eigenlijk om een EP voor te stellen. Mm-hmm. Jij zit niet stil, je bent heel creatief en heel actief ook, zelfs... En dan moet ik u toch wel vragen, in deze bizarre, slechte tijden voor de cultuur. Oh ja, het zijn heel slechte tijden voor de cultuur, absoluut. Ja. Maar, hoe doe je dat om zo toch altijd die motivatie te vinden om te zeggen, kijk, vandaag doe ik dat en morgen zal ik dat doen en ik wil blijven spelen? Om te beginnen is er geen motivatie in de zin van vandaag doe ik dit en morgen doe ik dat. Maar het gebeurt gewoon. Ik denk, er is een ander nummer dat ik geschreven heb, Why We Sing, en dat is gewoon de constante drive. Je kunt niet anders dan je stem verheffen als er iets is dat van je leven moet. En dat is een beetje, het gebeurt allemaal vrij snel en vrij normaal en vrij, hoe moet ik het zeggen, organisch, dat ik heb heel veel nummers die ik hoop, ik heb hier ook een notitieboek bij, en dat staat ook vol met nummers, ik ben constant aan het schrijven. Ja. En ik had eigenlijk vrij veel optredens gepland, ik had eigenlijk een kleine tournee van Antwerpen gepland in maart en in april, een stuk of 5, 6 data, maar allemaal moeten annuleren. Het wordt allemaal 2021 en dan nog. Voilà, en dan dacht ik van, oké, aangezien dat ik de optredens niet meer heb, wat heb ik nog zitten dat kan opnemen en dat kan uitbrengen, om toch nog een soort van creatieve output te hebben in die periode. Ja, dus, want je bent hier, ik zei het al, verschitterende EP, ik heb er al een paar nummers van beluisterd, Streets Before the Fall. Ja. Prachtige titel vind ik dat, waar heb je die gehaald? Ja. Uit je eigen brein waarschijnlijk. Uit het eigen brein. Ik geef toe, misschien niet alles uit het eigen brein van alles wat ik schrijf, dat er inspiratie is. Maar Sweet Before the Fall is gewoon... Ik schrijf heel vaak korte stukjes tekst op, of titels. Ja, ja. En het is heel dikwijls vanuit een titel dat begint. Mm-hmm. Omdat als je een titel hebt, kun je er altijd op terugkeren. En je hebt een focus. Ja, en je weet wat het thema is en wat je wilt zeggen. Mm. Of de titel helpt je om je te vertellen. Of helpt u om te beseffen wat je wilt zeggen. Okay. En Sweet Before the Fall, ik weet het niet. Ik weet niet exact waar dat vandaan komt, maar ik hou van een dubbele betekenis ook. Gereleased op 13 juli, dat is niet lang geleden eigenlijk. Dat is eigenlijk niet lang geleden. Nee, dat is allemaal pas, dat is nieuw. Het is nagel nieuw eigenlijk, hè? 13 juli gereleased en ook al een paar nummers daaruit gespeeld, want je hebt een tweede thuis en dat is een café. Dat is een café, absoluut. Mijn tweede verblijf. En het heet dan nog De Loos. Iedereen terug in zijn tweede verblijf. Maar de horeca was nog niet open, helaas. Maar nee, het is Café De Loos in Gent. Het is mijn oase van rust als ik het wil, maar het is ook mijn sociale plek als ik het wil. Heel dicht bij het centrum. Net buiten eigenlijk. Ja. Eigenlijk de gebroeders van de Veldstraat uit. Dus als je van Papahaistraat. Papahaistraat, dus eigenlijk gewoon... Heel dichtbij allemaal. Het water oversteken en je bent er. Je bent in het centrum. Heel, heel lieve mensen en mijn muziek heeft er ook altijd een plek gehad. Er waren de Gentse feesten. Normalitair ben je daar ook wel ergens bezig in de grote tijden van de Gentse feesten. Nu viel alles een beetje in het water. Ja. En... je hebt aflastingen gehad natuurlijk, want je was natuurlijk wel geprogrammeerd in sommige cafés waarschijnlijk in Gent. Ik heb
het enorme, enorme geluk gehad dat Mieke en Jos van Café de Loge mij het optreden hebben aangeboden. 15 juli. Twee dagen nadat de CD uit was. En ik was zo blij dat ik... Want ik heb daar heel het album gespeeld van begin tot einde. Amai. Dus begonnen met een paar oudere nummers en dan het album in volgorde van begin tot einde. En dat was iets uniek. Ik heb dat nooit eerder gedaan, maar geen enkel album. Schitterend. En ik ben heel blij dat ik dat kunnen doen heb, want al de rest is afgezegd. Dus, en ergens is dat wel mooi dat het net dat optreden was dat wel mocht doorgaan en al de rest niet. Wat ik natuurlijk wel spijtig vind dat de rest niet... Ik ging gisteravond ergens opgetreden hebben in Boon in Gent. Boon in Gent, een van de beste zaken van Gent. Absoluut, eigenlijk. Geweldig. Dicht bij het Grabensteen. Absoluut, heel gezellig, heel lekker eten. Met een prachtige madame achter de toog. Absoluut, absoluut. Ik ben hier niet vergeten natuurlijk. Maar goed, ik ken de Sarah goed als je ooit optreedt, want dat zal natuurlijk nog komen. We proberen zeker de groeten een nieuwe datum te zoeken. Oké. Okay. Ja. Van Radio Tequila. Ja, ze zal het wel weten, ja. Absoluut. Goed, okay. Je bent eigenlijk, uw leven gaat nu van één creativiteit naar de andere. Je bent eigenlijk wel een man die graag terrassessies doet, hè? Wel, ik kan dat... terrassessies, ja, wel. Mijn leven is een grote terrassessie, dus... ja, maar mensen laten luisteren naar jou. Ik bedoel, dat moet daarvoor geen zaal van 800 mensen zijn. Nee, ik heb ook geen groot publiek, dus om nu te zeggen dat ik optredens van 20, 30 man verkies boven die van 3000, is logisch, want ik heb de laatste niet. Maar het is wel zo dat als er gewoon een publiek is dat luistert, mensen die luisteren, en dat kan 5 man zijn, dat kan 10 man zijn, en voor mij is dat ook een geslagen avond. Ja. Dus voor 3 man spelen, die wel luisteren, is evenveel waard als voor... Ja. 300 man, wat dat misschien maar 50 van luisteren. We gaan straks even live luisteren naar jou, want jij durft het aan om in de studio live te spelen. Weinigen doen dat, maar jij bent altijd paraat met de gitaar. Ja. Maar ik heb hier nog iets genoteerd. Ik heb hier nog iets genoteerd. Die plaat die we daarnet hoorden, Limelight, prachtig. Ik vind dat een heel mooie plaat. Daar heb ik Springsteen en Eddie Vaardenwijk. Wat... Die twee mensen, spelen die rol in Limelight? Wacht, hè? Want ik heb dat gelezen en ik heb dat hier genoteerd, maar ben vergeten waarom. Wie? Wat waren de twee namen? Springsteen en Eddie Vaardenwijk. Eddie Vaardenwijk, mijn papa. Nee. Ik weet niet wat ik nu moet zeggen, papa. Wat heb ik gelezen? Nu ja, mijn vader is ook dichter. Ah, dus mijn vader is dichter. Dus ik denk dat er wel iets van dat, van die genen... Ja. Vandaar de link was. Ja, vandaar de link. Ik weet niet wat dat gelezen heeft. Ja, ik heb dat. Ik wist het zelf niet meer. Maar er moet een link zijn tussen de genen, hè? Oh ja, ik bedoel, mijn ouders zijn allebei Germanisten. Voilà. Ik ben ook Germanist. Mm-hmm. Ik geef les. Dus mm-hmm. ik heb het grote geluk in deze tijden om niet te moeten leven van de muziek. Dat is het grote geluk. Maar dus, ik geef Nederlands en Engels, dus uiteraard iets van die genen zit daar wel in. Dus, goed, ja, mijn vader is onrechtstreeks ongetwijfeld een invloed op wat ik doe. Alles, ongetwijfeld. Op alle gebieden waarschijnlijk, niet alleen op de muziek. Ja, hopelijk enkel op de goede gebieden. Sorry, papa. Goed, sorry, papa. Springsteen, Eddie Vaardenwijk. En bij ons zit Michiel Vaardenwijk, alias Jim Kane. Hij zit hier omdat hij graag zou hebben dat Radio Tequila, en we gaan dat doen, zijn EP promoot. Ja. Ik heb dat ook altijd gedaan met jouw muziek, want we zijn een beetje fan. Dus, je mag dat ik weten. Ik waardeer dat enorm. Ja, en straks gaan we nog even door, maar ik zou graag nu even live luisteren naar jou, want dat is een nummer van toch wel een viertal minuten. Ja. Het is de titelsong. Titelsong, Streets Before the Fall. Streets Before the Fall. Live voor Radio Tequila, Jim Kane. There was a light up in your window. Though I knew you weren't there, in early rain I saw you leaving, like the one that never cared. Now there's others at your table, neath kitchen smells of leaves of tea. Before sleep comes, they close the curtains where your lover's bed used to be.
I don't know what makes me go back to wait for you down in the hall. Maybe to heal whatever's hurting or to make sense of it all. Out here on the streets before the fall. I heard a bird say you are returning. At least it's some twist inside your head. Maybe you're tired of all your hiding. Want to risk a heart again instead. So you return to roads and highways, to early rain on a summer's day, to time before you packed your life, left with nothing more to say. On you went, forever on your way. In times of need, you're coming back. Or you thought of things you forgot to steal. But what's left is an empty promise. Still your only thing that's real. So whenever at this door you stand, don't expect these eyes to show. I'm still holding up my bargains and you let yours go long ago. Too long ago. I don't know why you came back. Maybe to hear my voice's call. I won't let you ruin one more thing. Please forget about them all. Still lost on the streets before the fall. Ja, zeg, we zijn onder de indruk. Prachtig nummer, ja, oké. En live gebracht hier op Radio Tequila voor onze luisteraars. Oké, ja. Tekst voor u. Je kent hem natuurlijk wel van buiten, maar een steuntje natuurlijk. Hè. Een lange tekst. Hè. Het is een lange tekst. Niet vergeten, beste luisteraars, hij schrijft het allemaal zelf. Hè. Zelf de auteur van zijn nummers. Ja. Ja. Goed, toch wel belangrijk. Jim, mag ik zeggen. Ja. Toch wel belangrijk. Hoe kunnen we u kopen? Hoe kan je mij kopen? Deze EP, deze EP is de enige die enkel op Spotify staat. Spotify, dus als je naar zo Jim Cain, dus Jim, J-I-M-C-A-I-N, op Spotify gaat, of jimcain.be, dan vind je de links naar alles. Dus het album kan je beluisteren op Spotify. Maar ik weet natuurlijk ook, je kan het ook echt kopen, maar digitaal dan. Het gaat enkel over iets digitaal. Omdat ik vond het niet echt het juiste moment. Mm. En aangezien alle andere optredens zijn afgelast, is dat een goede gok geweest. Niet het juiste moment om een fysieke release uit te brengen. Mm-hmm. Want ik ben niet zo heel bekend. En de enige manier voor mij om cd's kwijt te raken, is optreden. Dat is buiten die van mijn moeder. Nou, mijn moeder koopt natuurlijk ook mijn cd. Maar los daarvan. Mijn moeder. Dus voilà. Maar je kan wel gaan naar Jim Cain, dus jimcain.bandcamp.com. Ja. En daar kan je het album wel digitaal kopen. We vinden jou toch op Facebook? Je vindt mij overal. Overal, ja. Maar je moet zoeken. We kunnen jou zelfs googlen en dan kom je ook bij jou terecht. Absoluut, absoluut. Ja. Jim Cain. Ja, wij zijn natuurlijk heel verheugd dat je hier live bent komen spelen. Ja. En wij willen alle nieuws van jou horen, want er komt toch wel wat aan. Ik weet dat zeker. Ja. Jij zit niet stil. Niet met je pen en niet met je gitaar. Nee. Veel succes gewenst. Merci. Wij hopen voor jou dat corona eindigt, maar dat kan ik u niet met zekerheid beloven. Ik hoop het voor iedereen. Ik hoop het ook voor iedereen. En hou het veilig, dat doen we. Ja. Je bent binnengekomen heel, heel, heel
oké met je mondmaskertje. Ja, ja. Ik herhaal het. We blijven ons inspannen. Niet tegenstaande de beelden die wij dagelijks op onze tv voorgeschoteld krijgen, die maar niet oké zijn. Er is hoop. Er is hoop. Er is hoop. En dat hoor ik jou graag zeggen. Absoluut. Dat is wel een titel van een volgend nummer. There is hope. There is hope. Goed. Ik begin eraan. Terug veel succes en de volgende keer graag weer bij ons voor je volgende EP of CD. Mm-hmm. En we willen alles over jou weten en dat kunnen we vinden via u. Om mij altijd te ontvangen hier. Ik kom nu graag even bij jou. Ah, niet te dicht. Anderhalve meter, man. Anderhalve meter. Ja, jij mag Wiltura aankondigen. Maar ik wil Tura aankondigen. Maar gezongen door? Gezongen door? Hier. Wat? Hier. Kees Choice. Met de mooiste droom. Oké. Van de Kees van... Hallo, dit is Gugabal en ik raad jullie vooral aan om te luisteren tussen 10 en 12 op zondag naar Radio Tequila met Peter en Roland. 1000 rozen leg ik keer op keer als een laken op je lichaam neer. En heel traag pluk ik ze één na één, maar besef ineens, ik droom alweer. 1000 sterren als een boog van licht dansen samen rondom jouw gezicht. En dan straal je als een koningin, maar het heeft geen zin, een droom bedriegt. Maar veel mooier dan mijn dromen, als ik uit mijn slaap ontwaak en mijn ogen niet geloven, jij bent het die mij wakker maakt. Met je hand die zacht mijn huid aanraakt.